Dit is ongelooflijk, mensen. Kijk hier, mijn eigen vrachtwagen in Eurotruck Simulator. Ik wil Floris Wetsing gaan bedanken voor het maken van deze skin. Ik heb hem wat foto's toegestuurd en hij heeft dus deze fantastische eigen vrachtwagenchauffeur, Vincent Vrachtwagen, dat is wel heel dubbel op, heeft hij ontworpen voor mij. Fantastisch werk en we gaan er gelijk mee beginnen na de intro. Komt u gaan meezingen? Let's go! Vroom vroom! In mijn mooie wagen scheur ik door het land, zit ik weer in de problemen, heb een hekel aan Duitsland. Oh, dit is zo creepy. Let's go, vrachtwagenchauffeur. Ik ben nu adviseur, met een goed humeur, Vincent chauffeur, ja. Yeah! Waar ze nou mee bezig zijn, de makers van het spel, dat is dat ze een uitbreidingspakket maken, de tweede uitbreidingspakket. Dus ik ben gewoon heel benieuwd. Ik ben eigenlijk heel vaak benieuwd. Want ze gaan namelijk Noorwegen maken. En als ik aan Noorwegen denk, dan denk ik eigenlijk aan sneeuw en gevaarzones. Dat hoop ik niet. Moet ik mijn vrachtwagen repareren? We gaan eens kijken. Is die überhaupt kapot? Ik ga het eens kijken. Service. Nee, heel mijn vrachtwagen is helemaal goed. En wij moeten eigenlijk wat geld gaan scoren. Dus ik wil eigenlijk gewoon een job doen. En of we vrij gaan rijden is misschien wel makkelijker, denk ik. Oh, heerlijk weer. Ik heb zo lang deze game niet meer gedaan. Ik weet dat het is mijn eigen schuld. En het is ja, voor jullie ook weer te lang geleden. Ik heb natuurlijk ook die horrorweek gehad. En ik ga ook gelijk naar door groen, dat is ook de bedoeling. Ik zie hier een hotel, daar kan je slapen. Maar ik wil eigenlijk gewoon een vracht lossen. Dus we gaan eens kijken welk bedrijf we kunnen helpen. En ik zie hier links een bedrijfje. Hier zo. Daar wil ik eigenlijk naartoe, want een drukte op de weg. Is er iets aan de hand? Komt er een stoepparade langs? Maar ik moet hier naar links. Ja, oké. Okay. Huppakee. Postpet. Nou, Postpet, wat hebben jullie allemaal in de aanbieding voor mij? Wat zijn dit? Lage opleggers. Gaspipeline parts. En yoghurt. Nou vind ik yoghurt wel gaaf, omdat we naar de overkant moeten. En ik wil eigenlijk gewoon yoghurt doen. We gaan gewoon naar de overkant met de boot. Yoghurt. Leuk toch? Ja, ik vind het leuk. Yoghurt. Ga naar de laadplaats. We gaan er eens even naartoe, jongens en meisjes. Rijd naar de groene vlag. Ik ben spontaan een boer geworden. En hier is... Waar is de yoghurt? Kan ik het ergens zien? Daar is de yoghurt. Friese vlag. Mona toetjes. Oh! Dat... Dat gaat niet goed. Kunnen we even van stand verwisselen? Oh, nee! Nee! Wacht. Kijk hoe leuk! Je ziet mezelf gewoon. Ja, koppelen. Gaat dat automatisch? T. Het is gewoon wennen. Hoe doen we ook weer? Hoe deed ik ook weer? Oh. Oh ja, ik snap hem weer. Ik ben gewoon even de knoppen kwijt. Ik weet even niet meer welke knoppen het allemaal zijn. Ik moet even weer wennen. Deze. Is dat van de ruitenwissers? Ja, mooi zo, want het regent niet. Heb ik mijn licht aan? Volgens mij. Heb ik mijn licht aan? Ik weet het niet. Volgens mij heb ik mijn licht aan. Hoe krijg ik mijn licht uit? Ik weet het niet meer. Oh, wacht even. Zo. Nou, we brengen dus lekkere yoghurt. En als we die niet op tijd brengen, dan hebben wij een probleem, want dan wordt het zuur. Want yoghurt is ook weer gemaakt van melk. En dat moet koel blijven. En ik ga eens even kijken hoe lang we de tijd hebben om dit te brengen. Weer verkeerde knop. Het moet F6 zijn. Ik ben het gewoon vergeten wat de knoppen waren. Yoghurt. Ja, 18 ton. Nou, we krijgen er niet veel geld door. Waarom... Och, jongens, waarom stop ik bij groen? Ik snap het niet meer. Kom op. Kedengedeng. Kom op. Groen. Ja. Gassen. Ik ben een beetje te vrolijk. Nee, ik vind... Ze blijven updaten, de game. En ik ben heel erg benieuwd naar die nieuwe uitbreiding. Dus de Noorwegen. Waar we dus zo snel mogelijk naartoe gaan wanneer die uitkomt. Ik wil hem dan gelijk gaan halen. Ik ben dan heel erg benieuwd. Ja, dit is toch wel een beetje mijn spelletje geworden, vind ik. Ik ben wel... Ja, ik hou wel van simulatiespellen. Ik heb net ook Game Developer Tycoon gespeeld. En dat is wel grappig. Dan start je zeg maar in je garage. Waarom ga ik zo snel? Dan start je in een garage en dan ga je gewoon een game ontwikkelen. Snelheidsputters!
Ze komen er weer! Je mag hier voor mij maar 50. En hoe hard rij ik? 49. Nou mag je ineens wel 100. Dus na een kleine sprong van misschien wel 10 meter, mag je in één keer 100. Van 50 naar 100. Fuck logic. Nee, maar dan speel je dus in garage, ontwikkel je een game. Ik ken trouwens deze weg. Ik ben wel eens een keer gecrashed aan het einde van de weg toen ik naar rechts moest. En als je die game ontwikkelt, kan je dus geld verdienen. En bij zo'n geld kan je dus een kantoor beginnen. En dat kantoor wordt dan vernoemd naar de game waarmee jij het meeste winst hebt gemaakt. Nou, dat is op zich wel leuk. Leuk gedaan. En ik heb iemand ingehuurd. En die helpt mij met developen, maar die is niet zo goed als ik. Ik ben gewoon keigoed in designen. En die gozer was meer in cijfertjes. Dus een beetje technologie achter een game. En waren wij een beetje bezig met maken. En ik dacht, ik breng natuurlijk ook Nederdood 2 uit en Nederdood 3. Want Nederdood is een film die ik heb gemaakt. Ja. En toen maakte het steeds minder succes. En mijn games verkochten minder. En van zeg maar 1,6 miljoen ging ik naar 500.000 euro. En toen heb ik het spel afgesloten. En toen dacht ik, ik ga gewoon Euro Truck Simulator spelen. Want daar kan het gewoon nooit misgaan. Tenzij ik achter het stuur zit. Ik weet het. Hier krijgen we de scherpe bocht. Dus ik ga even flink gassen. Nou ja, remmen bedoel ik eigenlijk. Nou weer heel rustig, want dit is echt een van de scherpste bochten in game history. Dat is gewoon keihard. En wat we nu gaan doen is naar de haven. Want daar pakken we de boot. En met de boot zitten we in Engeland. En dat betekent dat ik ook een achievement krijg. Want dat is ook nieuw toegevoegd aan Euro Truck Simulator. Dat je achievements kan halen. En het is een beetje oneerlijk aangezien ik al heel veel heb gespeeld het spel. En ik niet automatisch de achievements krijg, maar weer opnieuw moet behalen. En een van die achievements is, ga met de boot over naar Engeland. Dus ik had zoiets van, wij gaan dat halen nu in deze video. En ik denk dat ik hier moet stoppen. Was dat op deze manier? Even kijken. Kan ik hier stoppen? Bekijk mogelijke reisbestemming. We drukken op enter. En we gaan met de boot over. We kunnen deze kiezen. En we kunnen deze kiezen. En nou, deze is het dichtstbijzijn waar we heen moeten. Dus kreeg ik nou een boete of ging er gewoon geld af omdat ik met de boot overging? Dit is trouwens wel een leuk plaatje dit. Dit is ook voor mij vernieuwd dit. Grappig. Het is ook gelijk donker helaas. Waarschijnlijk heeft dat te maken weer met tijdsverschil. En ik wil heel graag mijn route zien. Mooi zo. We zijn aan de overkant. Ik heb nog geen achievement in beeld gezien helaas. Misschien dat het toch niet helemaal 100% werkt. Links rijden natuurlijk. Dankjewel. Dankeschön voor links rijden. Ik was het even vergeten. Speedcamera's. 30 mag je. 30. Gelijk op de remmen. Ik heb geen zin in nog meer boetes. Ik bedoel, ik verdien heel weinig met deze yoghurtvangst. Om het zo te noemen. Ik verdien echt te weinig. En ja, 4000. Dat boetegeld gaat er ook al vanaf. Dus ik verdien niet heel veel voor dit. Maar ja, we zijn wel weer in Engeland. En misschien is het leuk om Engeland wat meer te verkennen. Want ik heb tenslotte mijn eigen vrachtwagen. Die ik nu meeneem. En vanaf Engeland kunnen we dan weer een opdracht doen. Oh, dit is heel apart. De rotonde nu links nemen. Dat is echt dat is heel apart. Maar de tweede afslag gaan we naar links. Het is echt heel erg wennen. Gewoon links rijden. Daarom zeg ik van, ja, als je een keer naar Engeland gaat, dat lijkt me ook best wel, dat er gewoon geen botsingen ontstaan als Nederlanders daar gaan rijden. Ik bedoel, het is toch wel even wennen, joh. Ik geloof dat die vriend van Robin, die heeft nog nooit in Engeland gereden, geloof ik. Lijkt me ook heel erg creepy om daar te rijden in één keer, hoor. Je mag 50, gelukkig. We mogen een beetje tempo maken. In deze donkere tijden van de Euro Truck Simulator. Hé, er komt een andere. Ah, dan niet. Dan doet hij het toch niet terug. Imbeciel. Ik heb yoghurt en jij hebt waarschijnlijk wortel of zo, weet je wel. Ik heb gewoon een van de coolste producten die ik mag gaan vervoeren. Daar ben ik gewoon heel trots op. Tam tam ta da da da. Scheur ik door je noes. 64. We mogen 64 km per uur. Vaar niet waarom, maar 64 baks. Het zijn wel scherpe bochtjes. Ziet er ook leuk uit op zich. Gaan we wel de goede kant op? Ik weet niet hoe ver het nog rij is. Ik kan op de mapkaart kijken. Dan kunnen we even een route zien. De wereldkaart. Oh. Oké, we komen hier van de boot af. En we gaan eigenlijk hier omheen. En we komen hier bij Felixstowe. Ligt net langs het water. Dus we rijden eigenlijk massaal om. Ja, het is nou eenmaal zo. We kunnen er niks van maken. Ik kan mezelf niet teleporteren.
Nog één? Ja, dan niet. Allemaal jaloerse Engelse mensen. Ik hoop niet dat ik Engelse mensen ga haten. Want Engelse mensen zijn over het algemeen heel sociaal en aardig en netjes. En, maar je kan het gewoon niet vergelijken met Duitsland. Daar heb ik gewoon een scheidteken aan. Ik ben trouwens lang niet meer in Duitsland geweest. Wel in het echt. In het echte leven, maar niet in de game. We mogen hier 97 km per uur. Dus ik mag hier best wel mijn gas ingedrukt houden. En we rijden nog steeds links. Althans, ik rij nu rechts van de baan. Het is heel saai hier. Ik kan niet genieten van het Engelse uitzicht. Van de trees. De trees en de woods. En de eerstvolgende. Oh, we volgen gewoon de bocht. Ik neem gewoon deze bocht. We gaan te hard, denk ik. Nee. Ik ga net hard genoeg, maar we gaan hier bocht nemen. Dus we moeten sowieso remmen. Op zich is dit wel een relaxte bocht. Ja. Dus niet echt een hele scherpe bocht. Dat ik zeg van wauw, we moeten gaan remmen. We gaan ook de heuvel op, dus dat scheelt ook weer. Nou, dit moet niet heel lang gaan duren, denk ik, deze rit. Binnen 49 minuten arriveren wij op de bestemming nog 50 kilometer. En we arriveren om 's nachts zaterdagochtend om nou, ongeveer 3:30 heeft hij uitgerekend. Lijkt me echt beroerd hoor, dit beroep. Ja, ik doe het nu, maar in het echt lijkt me dit gewoon echt een vervelend beroep. Hè, vrachtwagenchauffeur. Ik bedoel, je bent 's nachts onderweg, maar je weet nooit welke tijd je hebt. Je krijgt gewoon een tijd en ja, weet je, maar het is wel leuk, want je komt weer op andere plekken. Je reist door het hele land en dat is wel, ja, dat lijkt me wel fantastisch. Op plaatsen waar je normaal nooit komt, kom je dan daadwerkelijk. Maar ik denk niet dat je veel ziet van de omgeving. Ik denk dat het enkel snelweg is en snelweg. En dan mag je hopen op zo'n, oh, niet met losse handen. Dan mag je hopen op een beetje een leuk weggetje tussendoor. Maar dat zou ook wel tegenvallen. Oh, en het zonnetje breekt ook aardig door hier. Het heeft de hele tijd geregend. In het echte leven weer. Ja, hier valt geen spettertje. Ik heb het heel weinig zien regenen in deze game. Ik heb ook nooit een file zien staan. En er is wel gesproken dat er een file zou komen. En natuurlijk wachten wij volop met spanning op de nieuwe game. Die de makers nog steeds aan het developen zijn. Developen, ik zeg het altijd verkeerd. Lach maar uit, hè. We gaan veel te hard trouwens. Zo, even snel gecorrigeerd. Even kijken, Cambridge, Birmingham. Waar moeten we heen? Moeten we hier naar links? Bedankt voor het aangeven. Ik ging te snel over de borden. En hier gaan we wat bijremmen. Zo, lekker bochtje, lekker soepel. Zo. En we zijn nog steeds op de linkerbaan. En we blijven ook links. Wat is dit dan weer? Oh, een invoegstrook. Oh, die auto kwam best wel vlug. 60, mogen we hier 60. Oké, we houden ons eraan. En ik denk dat het niet lang meer duurt voordat wij op de plek zijn. Ik kan wel even op de kaart kijken. Hebben wij een totale view? We zijn bijna Felixstowe. We hebben geen schade. Nou, dat scheelt. Dan mag ik alweer de Nobelprijs. En ik hoop dat die schade ook 0% blijft. Misschien krijg je daar ook wel een achievement voor. We zijn echt achievement hunters vandaag. We gaan te hard. Ik heb wel een boete gekregen. Dus die boete, daar krijg ik al geen achievement voor. Weet je wel, je complete truck driver ding zonder boete. Het is aardig rustig op de weg. En mag hier 50, ik ga remmen. Zo. Het wordt steeds slomer dat ik hier mag, want die is links, joh. Voor mij ga ik nu ook bij een nieuwe plek komen, hoor. Voor mij heb ik dit nog niet, voor mij staat er dadelijk van Felixstowe ontdekt. Oh, dan zijn ze weer aan de weg bezig hier links. Leuke lichtjes. Nee, ik heb hier nog niet gereden, zie ik. Want de baan is nog niet geel. En dat betekent dat ik daar nog niet ben gekomen. Volgens mij ga ik een achievement of een dingen krijgen. Snelheidsboete ga ik sowieso krijgen, natuurlijk. Ik krijg er alweer één. En nu zijn we in het plaatje Felixstowe. Oh, ik heb het al ontdekt, zie ik. Ik ben al een keer gereden. Oké. Grappig. Ik ben al een keer gekomen. Voor mij heb ik al zo'n vracht hier geleverd ook. Hier gewoon naar links. Ik krijg gewoon... Hoppakee. Ik hou me aan links aan. Felixstowe. Klinkt ook een beetje Frans. Als ik het zo uitspreek. En hier links moeten wij dadelijk erin. Ik zal vast mijn... Dat is wel makkelijk. Je hoeft niet over te steken. In Nederland moet dat natuurlijk. Hier gewoon aan de linkerkant blijven. Hoppakee. En ik moet hem daar in parkeren. Nou, laat hem even netjes in parkeren. Oké. Daar komen mijn skills. Niet lachen.
Nee, dat gaan we sowieso niet worden. Moment. Wacht even. Oh, zo, zo. Oh, ik ben vreselijk slecht in dit. Nu naar achter. Geweldig! Woehoe! 180 XP. En we komen nog net in level 11, helaas. Maar we zijn wel een ervaren werker. En nou, dat ging goed op zich. Nou mensen, vond je dit een leuke video? Vergeet vooral geen leuke like te geven. Ik wil jullie duimpjes zien. En vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal, dat kan hier zo. En dan zie ik je de volgende keer terug bij een nieuwe vrachtwagenchauffeur Vincent. Doei!